Hoe versla jij elke dag 7 infecties en 10 tumoren? Dit is de Universiteit van Nederland. Wat leuk dat u er vanavond bent. Maar vooral wat dapper dat u er bent. Want u stelt zich nogal bloot aan deze boze buitenwereld. U heeft zo'n 2 vierkante meter huidoppervlak. Als ik uw longen zou gladstrijken, is dat zo'n 80 vierkante meter. En uw darm is meer dan een tennisveld, 350 vierkante meter. En dat wordt dagelijks gebombardeerd met virussen, met bacteriën, met parasieten. En daar zult u zich tegen moeten verdedigen. En die bedreigingen die variëren van een klein virus tot een worm van een paar meter. Dus er zit wel een miljard verschil in de grootte van wat u dagelijks allemaal te verstouwen krijgt. En het immuunsysteem gebruikt daarvoor een aantal middelen. In eerste instantie een paar grove middelen. U bent bedekt met een intacte huid. Daar zit bacteriedodend zweet op. U heeft lysozyme, een bacteriesplitsend enzym in uw speeksel. En u heeft zoutzuur in de maag. Maar daar gaat het vanavond niet over. Het gaat om die laag die daarna komt. Dat is uw immuunsysteem. Dat zorgt voor afweer. En als je nu alle celletjes en alle moleculen van dat immuunsysteem bij elkaar optelt, dan ga je wel schrikken, want dan krijg je een gewicht van zo'n 1,5 kilogram. Dat is dus hetzelfde als je hersenen en bijna hetzelfde als je lever. Dus je immuunsysteem is een uiterst belangrijk orgaan in je lichaam. Alleen dat beseffen we niet, omdat het helemaal opgesplitst is in losse cellen en losse moleculen. Heel veel immunologen weten dat niet eens, omdat zij die rekensommen niet maken. Het immuunsysteem zorgt voor een hele snelle herkenning van wat er in je lichaam binnenkomt. Binnen 2 tot 3 minuten nadat er een infectie is binnengedrongen, slaat dat immuunsysteem al op alarm. En begint al met de verdediging tegen die infectie. Waar wordt nu de grootste strijd geleverd? Nou, in de darm. Daar zitten 70% van alle je immuuncellen. Dat heeft het grootste oppervlak, dat zei ik net. En bovendien zitten daar ook ongelooflijk veel bacteriën. U heeft in uw darm wel 10 keer meer bacteriën dan u in totaal aan lichaamcellen heeft. Dat dogma, dat wordt heel vaak verteld. Heel recent onderzoek heeft dat eigenlijk een beetje aan het wankelen gebracht, want dat blijkt niet een factor 10 te zijn, maar een factor 3. Een Nature paper van net een paar weken geleden heeft dat heel mooi laten zien. Die factor 10 die kwam uit 1972 en sindsdien heeft niemand de moeite genomen om dat nog eens na te rekenen. Een vraag. Hoeveel eet u per jaar? Hoeveel kilogram eet u per jaar? Enig idee. Roept u eens wat? 400? Een ton? 700. Andere ideeën? Inderdaad, ongeveer, gemiddeld gesproken, 10 keer uw lichaamsgewicht. Dus ja, het klopt. Er zitten hier een paar mensen die een ton per jaar naar binnen schuiven. Ja. En dat zijn de overgrote meerderheid van wat u eet, zijn onschuldige stoffen in de voeding. Je immuunsysteem mag die wel herkennen, maar moet daar niet op reageren. Het immuunsysteem moet wel reageren op wat ertussen zit. Wat je mogelijk ziek kan maken. Een pathogeen. Hier heb ik, u gelooft het niet, maar het is waar, een vers kipfiletje. 26% van alle kipfilet die in Nederland verkocht wordt, is besmet met bacteriën. Daar zit van alles in. Een van die bacteriën is de Salmonella-bacterie. En die kan je potentieel heel erg ziek maken. U ziet hem hier rechts beneden, die paars gekleurde. Er zitten ook heel veel goede bacteriën in dat kipfiletje. Dat zijn die groene jongens. Dus die hoef je niet aan te vallen. Die zijn onschuldig. Maar die paarse salmonella's, die moet je wel opruimen. Want als je dat kipfiletje niet goed doorbakt, kun je daar aardig ziek van worden. Dus het immuunsysteem kan je daarbij helpen. Hoe gaat dat dan? Nou, dat ziet u op het volgende filmpje. U kent dit spelletje waarschijnlijk nog wel. Pac-Man.
En wat u hier ziet, is dat het immuunsysteem moet zorgen dat je vervelende bacteriën snel herkent en opeet, want anders word jij opgegeten. En al die witte bolletjes, al die onschuldige stofjes in je voeding, die kun je met rust laten. Die kun je opeten, daar hoef je verder niks mee te doen. Die zijn niet gevaarlijk. Dus het immuunsysteem heeft een hele belangrijke functie. Het moet onderscheid kunnen maken tussen wat gevaarlijk is, waar je tegen moet reageren, en wat helemaal niet zo gevaarlijk is, wat onschuldig is, daar hoef je niet op te reageren. En hoe leert het immuunsysteem dat onderscheid te maken? We noemen dat tolerantie. Nou, dat begint al direct vanaf de conceptie. Want een foetus die zich ontwikkelt in die baarmoeder, die wordt door het immuunsysteem van de moeder gezien als lichaamsvreemd. Niet verwonderlijk, want de helft van de erfelijke informatie van die foetus is lichaamsvreemd, want er is ergens een biologische vader. Dat immuunsysteem van de moeder probeert die foetus af te stoten, weg te werken. Dat vreemde lichaam hoort daar niet. Heel lang hebben we gedacht dat die foetus zich daar heel stiekem zit te ontwikkelen. Het immuunsysteem vergeet het, de foetus. En tegen de tijd dat hij het opmerkt, is het al te laat. Is die foetus zo groot, wordt hij geboren. Nee, dat is niet zo. 9 maanden strijd. 9 maanden strijd tussen de afstoting door het immuunsysteem van de moeder en de verdediging door die foetus. Nou krijgt die foetus gelukkig hulp uit onverwachte hoek. Dat is de placenta. De placenta maakt factoren die de afstotingsreactie bij de moeder onderdrukken. En dat is maar goed ook, want dan heb je een succesvolle zwangerschap. Op het moment dat je te weinig van die factoren maakt, dan loop je groot risico dat er zwangerschapsvergiftiging op kan treden en uiteindelijk misschien wel spontaan abortus van die foetus. Maar laten we uitgaan van een goede gezonde zwangerschap en een geboorte. Wat gebeurt er dan? Tijdens de geboorte wordt het steriele darmpje van de baby, de pasgeboren baby, besmet met poepbacteriën van de moeder. Een hele slimme strategie van die baby. Want die microbiota, de bacteriën in de darm van de moeder, is afgestemd op de leefomgeving van die moeder. En die baby zal de eerste jaren van zijn leven in de buurt van die moeder blijven. Dus ze kopieert gewoon die bacterieflora. Hartstikke handig. Dan is er alleen een probleem. Die darm is niet alleen steriel bij de geboorte, maar die zit ook vol met zuurstof. En de meeste bacteriën in een volwassen darm, die groeien daar onder zuurstofloze omstandigheden. Anaerobe condities. Bij dat babytje is dat dus niet het geval. En dat betekent dat heel veel van die bacteriën dood zullen gaan. En die celwandfragmenten van die dode bacteriën, die worden door het nog steeds poreuze darmpje van die pasgeboren baby makkelijk opgenomen. En dat materiaal gebruikt het immuunsysteem om te leren onderscheid te maken tussen lichaams-eigen en lichaams-vreemd. Waar moet ik wel op reageren? Waar moet ik niet op reageren? En op die manier ontstaat die tolerantie. Nou, dat is eigenlijk het aangeboren afweersysteem, is de eerste laag van dat immuunsysteem. Die aangeboren afweer is niet superspecifiek, maar is wel gloeiend snel. Binnen een paar minuten weet het immuunsysteem dus al dat er een virusinfectie of een bacterie zit die daar niet hoort. Oké, we weten dus nu dat we belaagd worden door bacteriën en door virussen, maar soms kan er ook wat mis zijn met onze eigen cellen. Door onze stofwisseling, door blootstelling aan toxische stoffen, door blootstelling aan straling, UV-straling, noem maar op, kan het DNA van onze lichaams-eigen cellen ontsporen. Er kunnen mutaties optreden, die cellen die gaan ongecontroleerd delen, er ontstaat een tumor. Dat gebeurt zo'n 50 tot 100 keer per dag, krijg je die ontsporingen in lichaams-eigen cellen. Men noemt dat een verandering in lichaams-eigen cel, men noemt dat modified self. Je eigen lichaamcellen worden ietsje anders. Het immuunsysteem pikt dat op. Er ontstaan gemiddeld per dag dus die 7 tumoren. Naast, zoals u in de aankondiging al hoorde, de 7 virusinfecties die gemiddeld gesproken op elk moment in uw lijf tekeer gaan. Het immuunsysteem hoort dat op te pikken, hoort zich daartegen te verdedigen. Hoe verdedigt dat immuunsysteem zich nu tegen die tumoren? U ziet hier een filmpje.
En daar ziet u een kleine cel van het aangeboren afweersysteem die een grote tumorcel tegenkomt. Hij herkent die cel, hij geeft hem hier de kiss of death. En dat betekent dat er stoffen worden afgegeven door die kleine cel die die tumorcel zullen laten ploffen, laten desintegreren. En u ziet dat die tumorcel die verschrompelt, maar u zag ook dat die lichaams eigen cel op tijd losliet en verder ging. En op die manier zorgen die kleine celletjes, die natural killer cells zoals ze worden genoemd, zorgen ervoor dat al die tumorcellen in uw bloed kapot gemaakt worden. Niet zozeer in de weefsels, maar in ieder geval in je bloed. Heel krachtig systeem en die NK-cellen moet je zuinig op zijn. Dat zijn cellen die verantwoordelijk zijn voor die eerste bescherming, voor die afweer. Goed, die aangeboren afweer die kun je eigenlijk een beetje vergelijken als een bezem die je toepast om een ruimte schoon te maken. Je kunt het grove vuil bij elkaar vegen, maar voor de hoekjes, dat is die bezem is niet nauwkeurig genoeg. Je hebt een stofzuiger nodig. Dat is de tweede trap, je adaptieve immuunsysteem. Die werkt wat langzamer, want je moet eerst dat snoer uitrollen en in een stekker in een stopcontact steken. Dus dat duurt wat langer, maar je kunt wel vreselijk precies alle hoekjes schoonmaken en zorgen dat je lijf schoon is. Alle bacteriën, alle virussen, alle tumorcellen worden opgeruimd. Dat systeem wordt steeds actiever na de geboorte. Je hebt dan nog geen geheugen in dat adaptieve systeem, maar dat leert hij van lieverlee. Wat merk je nu van die werking van het immuunsysteem? Nou, elke immuunreactie begint met een ontsteking. Ontstekingen kent u wel. Het meest beroemde voorbeeld is eigenlijk een mini-ontsteking, een jeugdbuisje. Daar zie je alle karakteristieken van een ontsteking. Het weefsel wordt een beetje warm. Jeugdbuisje is te klein, daar voel je dat niet aan. Maar het wordt wel rood, het zwelt wel op. En intern, in dat jeugdbuisje, komen cellen van dat afweersysteem die daar die bacteriële infectie die daar plaatsvindt, opruimt. En die ontstekingsreactie vindt ook plaats bij tumoren. Maar tumoren, die hebben slimme strategieën ontworpen om die ontsteking te remmen. En op die manier kunnen ze ontsnappen aan die immuunherkenning. Maar ontsteking is dus belangrijk. Acute ontsteking, een reactie dus binnen een week van je weefsel op blootstelling aan lichaamsvreemde stoffen, aan lichaamsvreemde organismen, is een goede zaak. Dus het is zeker niet zo wat heel veel mensen zeggen, dat ontsteking is slecht. Nee, acute ontsteking is goed. Wat gevaarlijk is, is wanneer zo'n ontsteking chronisch wordt, langer gaat duren dan 1 week, dan krijg je schade aan weefsels en dat is een slechte zaak. Dus acute ontsteking goed, chronische ontsteking moet je zien te vermijden. Wat is onze conclusie nu? Nou, het immuunsysteem is gebaseerd op herkenning van lichaamsvreemde stoffen en lichaamsvreemde organismen. Het is georganiseerd in 2 lagen. Een laag die heel snel werkt, maar niet zo super specifiek is, je aangeboren afweersysteem. En daarbovenop zit een 2e laag, die is ietsje langzamer, dat heeft even tijd nodig om op gang te komen, maar die is wel super specifiek. En daarmee kun je de laatste infectie vinden. Je kunt de laatste molecuul of de laatste virus opsporen en vernietigen. Zorgen dat je lichaam weer schoon wordt. En in de tussentijd bouw je ook nog immunologisch geheugen op, zodat je de volgende keer een sterkere, betere, snellere immuunreactie maakt. Dus een immuunsysteem is onderdeel, is een garantie voor je gezondheid. Dus in mijn optiek kun je niet spreken over gezondheid als je niet ook praat over het immuunsysteem. En dat is eigenlijk het leerdoel van dit eerste college. Nou, naast die verdediging tegen bacteriële infecties heeft het immuunsysteem ook bacteriële infecties nodig om te leren wat lichaamsvreemd is, wat lichaamseigen is, waartegen die zich moet verdedigen. Dus je hebt die bacteriën ook wel nodig. Dat is de basis voor de hygiënehypothese en dat is het onderwerp van het volgende college.